Hey kijkers van de Staafkraft, welkom bij een nieuwe aflevering van MyZ met dezelfde mensen. Onze helden, onze mensen in het Iron. We hebben bijna full Iron op Duf. Zelfs Jurgen heeft al... eigenlijk allemaal wel chain. Ik ook? Ja, ik ben bijna... Oh, mijn helmpje moet nog. Nou ja, dat komt allemaal nog wel. We gaan lekker lopen, want we gaan vandaag naar Chromemuurs toe. En daarna wordt het echt epic, want dan gaan we naar hele gevaarlijke plekken. Let's go, boys. Dus deze kant op, toch? Ja, deze kant op, ja. Mega veel eten hebben we. We hebben healing pots, we hebben de gear... Nou, de skills nog zometeen. Toch? Nou, vooral de buttons. Dat is hetgeen wat we nodig gaan hebben. Buttons. Alleen... Dat is ook een punt, ja. Hoeveel kisten hebben we al niet geopend? En vinden alles eigenlijk wat we willen, behalve buttons. Dus... Nou, goed. Ik heb nog nooit zelf gehad, maar ik heb nog nooit gespeeld met iemand die full iron heeft, als ik eerlijk ben, in mijn zin. Dus nee, voor mij is dit ook een unicum, hoor, Duf. Ja, dat ook voor mij sowieso, maar... Ja, ik ben gewoon hyped, ik wil gewoon door, ik wil verder. Wat je vooral niet meemaakt, is dat iedereen dit heeft. Nee, maar hoeveel armor stats heb jij nu? Even kijken hoor. 2, 4, 6, 7, helemaal vol. Ik heb er 5,5. Oh, zombie. Zombies krijg ik 3. Nou Duf, laat maar eens even zien hoe goed het is. Dan kun je toch wel healen. Oh. De PvP-god. Zijn jouw woorden. Dit maakt het echt totaal... Wauw. Hoeveel damage? Oh, een half hartje omdat eentje me hitte. Zo! Drama. Nee, even kijken, hoe kan je nou deze paddenstoelen farmen? Ja, dat weet ik niet. Met een hoe? Wooden hoe. Of ho. We hebben ook nog steeds winnen. Met een wooden hoe. Gaan we weer. Niet weer. Moet even mijn wooden hoe pakken. Daar gaan we weer. Jurgen, heb je mijn wooden hoe gezien? Oh, Duffy was al te pussy ass om aan te bellen. Of om even te zeggen, yo man, zal ik een keer langs komen? Helemaal niet. En toen zag je dat Dutch Terms deed, toen dacht hij, godverdomme, kans gemist. Helemaal niet. Je hebt me nooit uitgenodigd. Nee joh, natuurlijk niet. Dan was dat dan weer voor knijten. Zo. Ga ik nog steeds goed trouwens? Want ik loop wel gewoon. Maar... Okay. Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk letterlijk tot je water ziet en dan ben je al te ver. Dus heel de tijd rechtdoor lopen nu. Ja, en dan zijn we er. Ja, precies. We moeten een min. Dus nog 700 blokken rechtdoor. Wacht even, ik hoorde iemand fluisteren. Wat zei je nou precies? We moeten naar min 3300. Oké, waarom praat je zo zachtjes? Ja, er zijn mensen die slapen hier. Ah, wat vervelend. Oké, ja, hier ook. We hebben hier vier vrouwen die aan het slapen zijn. Ik heb eentje hier achter mij liggen. Ja, daarom. Katten. Zo hard praten, Revee. Dadelijk wordt ze wakker. Ik vind het echt wel een squad. Als je dit aanziet komen op MyZ aan het begin. Als we die WT-103 die nou online is. Dus als we die tegenkomen. Die sprint toch weg, joh. Direct ons easy. Ja, met zijn hexa wel. Maar doet hij vast niet met zijn 100 euro rankje wat hij dan kwijt is. Nee, denk het ook niet. Ik denk dat je dan... Ja, die hebt mensen die het toch doen, maar... Weet je wat ik mis? Ik mis eigenlijk een andere soort van game als dit. Van MyZ. Je hebt wel dat windcraft en zo. En je hebt wel andere dingen, maar... Dat is allemaal wel met heel veel opties en zo. En guilds en leveling van je boogskills en zo. Ik vind het allemaal zo overdreven. Ik mis gewoon dit soort games eigenlijk. Een beetje wel een challenge, maar wel gewoon vanille. Gewoon... Ja, gewoon lekker, ja. Lekker hakken, lekker doen. Lekker quests afgaan op een mega map. Ja, dat vind ik gewoon vet. Maar dat is ook ik zie hier links iets, jongens. Oh, links zie ik iets wits door de bossen. Zie je iets wits? Ja. Wil je daarheen dan? Hier een huis. Oh, dat is Sanctuary of Peace. Nice. Dan weten we gelijk waar we zijn. Ja, ik zeg doe, maar heb je vast een butter voor nodig? Ik zie een zombie. En nog een zombie. En nog een zombie. Twee zombies. Laten we hier niet langs gaan. Zitten zombies binnen ook. Revé en Remco denken ook gewoon zoiets van... YOLO, wij gaan lekker de andere kant op. Hey, niet voor me staan. Ja, godzame. Ze slaan elkaar al half dood. Ik merk het, ja. Lekker dan. Allemaal dode mensen hier. Wel veel zeg, jemig. Kunnen we naar binnen? Ja. Hier is iets naar beneden, jongens. Onder bij de graf. Ja, daar staat hier ook nog een kist. Zombie achter jullie, zombie achter jullie. Achter jullie. Achter Jurgen. Nice. Wat zit erin, Revee? Nog eentje. Bandage en Shieldbow XP. Ja, dit is een kerk dus. Oké. Kunnen we hier omhoog? Want ik zie daar ook nog een kist, volgens mij. Oh, wacht. Daar kun je springend bij, hè? Ik heb hem. Moet eens springen. Ja, eten en eten. Nou, we gaan gauw verder, want dat hadden we al. Als jullie mij hier zien, dan krijgen jullie een sticker. Ja. Even met player finder aan. Mag ik ook slaan of niet? Nee, maar we hebben hier een button nodig, dus we kunnen hier niet verder. Maar hier staat een iron door en... Ja, ik weet niet wat eigenlijk erachter zit. Dat is wel jammer. Ja, we hebben helaas geen button. Nee.
Wat is het? Een soort van zombie zit daar. Kneel before your god. Nee, maar dat is geen echte zombie volgens mij. Ik denk dat we maar gewoon gelijk door moeten gaan dan. Wel jammer hoor. Ja, misschien als we meerdere buttes vinden dat we alsnog terug kunnen komen ervoor, maar... Ja, was deze kant op trouwens? Deze kant. Anyone can confirm? Ja, ik kan confirmen. Ja. Oké. Okay. Top. Nou, ik weet dat ze zeggen vrouwen kunnen de weg niet wijzen, maar ondertussen loopt het best goed. Maar mochten we dus helemaal kapot zijn en allemaal geen health potions meer hebben, dan moeten we dus naar de Sanctuary of Peace. Dat is wel duidelijk volgens mij nu. Ik vind het mooi. In het noorden heb je dus wel degelijk health pots. Chill. Ik ga ook nog even water drinken. Ook een keer. En ik wil niet voorop lopen. Waar is iedereen? Oh, daar. Hé. Hey. Ja, laat maar voorop lopen. Jij loopt met de groep weg, hè? Kom. Ja, ik merk het. Ik merk het. Volg een vee. We willen geen druk op de schouders leggen, maar... Follow that ass. Ja, komt goed. Ja. Al beter hebben we daar full iron. Nog 200 blokjes ongeveer. Iets minder. Oké. Wel groot. Hé, maar Duf, jij zegt wel, ik ga nou met je in discussie. Jij wil naar de Ghost Fleet en zo. We kunnen kijken, maar als het te gevaarlijk is, zullen we dan niet gewoon... Hè, want ik zie daar allemaal groene dingen, dus misschien moet je daar wel springen met van die slimes. En dat kan ik helemaal niet. Zullen we dan niet gewoon het risico maar even niet gaan lopen en gewoon die gigantische reuzen aanpakken? Dat is toch veel slimmer? Ja, yeah, op zich wel. Ja, dat is echt geen pussyactie hoor, want dat zijn motherfuckers. 100%. Oké, ik pak deze toren. Hey. Die is voor mij. Ik ga hier naar binnen. Doe je ding. Oh, daar zit eten volgens mij. Ja, heel veel eten. Fijn. Oké, guys. Dan moeten we ook echt goede gear gaan vinden. Yep. Dit is zo noordelijk. Dit moet gewoon hier. Er zit trouwens ook water hoor, jongens. Zit hier gewoon een putje. Ja, hier ook binnen. Oh. Fuck. Ik viel niet. Ik heb niet weer een health pot nodig zometeen. Nee. Oh, ik heb een boom met power 1. Kan ik niet hoger als dit? Wat is dit voor een bullshit? Dit huis is gewoon helemaal leeg. Even serieus. Oh, Chromers. Boom met power 1 en 2 chain boots heb ik hier. Lekker. Ik kan gewoon hier niet op. Dit is bullshit. Ah, ik heb een kist gevonden. En wat zit erin? Wel hard praten graag. Ik versta er niks van. Een chain chestplate. Oké, goed zo. Nee, voor mij is dit is gewoon oprecht een troltoren dit. Hier zit helemaal niks. Dat heb ik dus ook. Er zit helemaal niet veel. Ah. En wij dachten... En veel, maar daar kunnen we niet in. En wij dachten we gaan naar Chromuurs. Nou, dat valt even tegen. Oké, jij zit in dit huis. Wie is dat? Dat is RV. Dan hebben we hier nog een toren. En ik zit dan op die toren in het midden. Oké, ik heb hier nog een ander huis. Die in de hoek. Voor mij zit daar helemaal niemand. Oké, ik heb 2 iron swords gevonden. 1 met smite 2 en 1 met smite 1 knockback 1. Lekker. Smite 1, knockback 1? Ja. Daar heb ik er al eentje van, die bijna kapot is. Ja, maar je kan ze niet combineren. Dat is zo stom. Oh. Nee. Dat is stom. Dacht misschien als het hetzelfde is, dan kan het. Maar hetzelfde effect, dan doe je er gewoon 2 of 3 naast elkaar. En dan... Ja. Ik heb hier ook een huis en het is echt huge. Oh, hier is wel een kist. Ik heb een Smite 1, knockback 1 zwaard en ook een power 1 boog. Die nog best wel vol HP is. Als in de deze is half HP. Ja, die van mij ook. Dat is wel chill. Ik wil Sarah's diary niet. Wat moet ik met dat stomme boekje? Nou, dat is de diary van Sarah. Ja, ik kan mij dat nog schelen. Wie is Sarah? Punch 1, power 1 boog. Oh! Is er wat? Villager. Punch 1, dat is chill. Dan kun je echt mensen ervan afschieten. Houd ik van. Daarmee kan hij ons ook boosten, hè, als wij een jump hebben. Want ja. Hey, ik heb ook eentje met punch en power. Dan kan hij ons gewoon bij een jump gewoon naar voren schieten. Van pow. Dat is waar. Deze heb je al gecheckt? Nee, ik kwam hier ook net aan. Ja. Nou, pak jij de andere kant. Hé, hey, wacht eens even, Duffy! Ik heb een. Kunnen we hiermee combineren? Ik heb zo'n anvil gevonden. Ja, daar kan je dus niet in. Oh, dat is jammer. Het probleem. Ik zie het. Ik probeer het ook al. Zombies gespand, jongens, kijk uit. Oh ja. Echt. Nou, Jurgen, die gaat lekker hier. Of niet? Ja, echt hè. We hebben echt dikke loot hier, jongens. Niet een weg echt, naar het dak of zo? Nou, ik weet het niet. Nou, ik zie geen gaten of zo. Ik ook niet. Had iemand nog health potions? Ik heb er nog 2, dus... Ik heb er nog 8. Kijk. Ik heb er 10. Oh. Ik heb er nog 12. Oh. We hebben zo ruim geschat zo'n 30 health potions. Er zit ook niks op het dak hoor trouwens, dat is echt een drama. Nee, dit is gewoon niks vergeleken met waar we net waren. Ik zou wel heel graag van iemand of een chain helmpje willen.
of chain leggings of chain boots? Want dan kan ik heb weer... chain boots voor je. Maar je bent hier niet. Ik kom eraan. Oké. Okay. Maar even kijken waar je precies bent. Ik ga die boog ook maar dumpen hoor, want ik heb toch geen pijlen. En ik heb wel zo'n boog. Die kan je wel in ieder geval... Die kan je mixen met elkaar dan toch? Ja, dat is nee, zo. Dan raak je een chance kwijt. Ja, maar ja, beter dan dat je ze wel liggen, denk ik. Ja, ik heb nu 3 bogen, dus ik heb het voorlopig wel. Ja, kom maar op met de iron. Nee, je moet eerst zelf je chain... Oh, nee. Heb ik al. Ja, ik zie het. Ik zie dat het steeds zo scheel. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk soms steeds dat jij het helemaal niet aan hebt. Ja, 29. Ah, oké. Had iemand water gevonden hier, zei je dat nou? Ja, hier ergens in de buurt. Een beetje hier. Ik zie het. Yes. Waar had je de beste gear gevonden net? Want dan moeten we even daar zo kijken of we daar nog meer kunnen vinden. Nee, ik had die 2 chain boots en dingen had ik hier links gevonden. Zombie in de back. Nou, pak hem maar even voor mij. Goed zo. Goed gedaan. Jurgen, had jij de meeste health pots? Kun je mij er wat droppen? Hè? Oh ja, tuurlijk. Dan heb ik ook wat ruimte. Ik kijk nog even een keertje dat huisje in waar ik net in was, ja? Goed. Ja, die hoge toren hier die kun je wel overslaan, maar er zit toch geen flikker in. Ja, die allebei, want die andere was ook niet zoveel. Deze 2 schuren ook niet, nee? Die grote dingen? Deze 2? Ik ben er niet in geweest. Ik ook niet. Remco geweest. Ja, ik ben daarin geweest, er zit niks meer. Oké, nou ik loop deze ook nog wel even in en dan gaan we even kijken. Jammer, ik had gehoopt dat we hier dan echt ook even dikke vette... Oh, iron boots, iron leggings... Chain boots. Hoppakee. Ik heb chain leggings gevonden. Dus misschien moet je meer zeggen, ik had gehoopt dat we hier... Oh, ik had wel gehoopt dat ik hier nog een kist zou vinden, maar... ik zie een kist... Oh my god, dat was heel close. Er spande een zombie met iron boots. Ik heb ook een iron chestplate gevonden, jongens. Je moet het inderdaad gewoon roepen. Vandaar, die is niks. Hier is er maar niks, man. Wat is dit verteringstadje? En dan in één keer vind je alles. Ik vind het mooi. En wat zit hierin? En iron helmet. Hartstikke mooi. Ik vind het fijn. Uh-oh. Komt er iets omhoog? Jongens, ik hoor voetstappen. Ja hoor, daar heb je er een. Okay. Oh, one-shotted. Haha, bitch. Goed. Ik ga toch nog een keer die toren in. Ja, dat snap ik dat je dat nou gaat doen. Ja. Voor mij moet het nou iets gespand zijn. Kan ik trouwens concluderen dat we eigenlijk onze ladder niet meer nodig hebben? Ja, zeker. Ja. Hebben we niet meer nodig. Dan gooi ik alle ladder lekker weg. En alle zombievlees ook. Zo, hartstikke mooi. En ga ik weer naar beneden. Ja, dit huisje is wel even ziek chill, jongens. Wie zei dat het niet goed was? Remco, hè? Ik had hem net geloot. Ja, zou ik ook zeggen. Nou, dat heb je niet goed gedaan. Jawel. Okay. Nou, de toren is nog steeds leeg. Dit heeft gewerkt. Oh nee, grapje. Oh god, een granaat en pijlen. Oké. Even hier verzamelen weer, denk ik. Duf, ja. Waar zit jij dan? Ik zit in de toren. Kom eraan. Andere toren. Okay. Wie heeft iron boots? Ikke. Oké, dan kan jij die zo krijgen om stelen. Iron leggings, iemand? Heeft nog niemand? Als ik die heb, heb ik voor iron. Ik heb nog geen iron leggings, nee. Deze is alleen wel niet heel heel meer. Oké. Okay. Als een bijna dood, maar die hier. Die verloren broeder komt eraan. Pak hem maar. Wacht, de leggings, die moesten toch naar Duffy dan? Ja, en iemand krijgt van mij een chain. Jij moest al boots hebben? Ik wil de chain wel graag. Komt u maar. Mooi. Check. Hier zijn de boots. Nee, hij heeft al boots. Ja, maar die kan je hier dan? Ja, maar dat is denk ik zonde. Oké. Okay. Die zijn wel beter dan chain namelijk. Ja, dat doet David zijn. Nou, Davidje, die heeft nu... dan gaan we even kijken voor wie dat is. Ik denk, voor Birko heb ik deze... En deze. En deze. Davidje heeft ook wat gevonden namelijk. Dus ga je ook maar even richting de full juist. Geef mij die ship maar. Dank u wel. Eén keer dat huisje checken. Hier zat net heel veel in. Welk huisje, schat? Huisje hier, letterlijk naast ons ongeveer. Dus daar kijk even snel. Ja, ik wil deze nog een keer checken. Chain chestplate. En een boog. Ik denk alleen dat het niet werkt omdat ik misschien te dichtbij sta deze keer. Maar we gaan het zien. Iron sword erbij. En boog. Nee, als we dit nog een keer moeten doen... Ik denk dat ik hier toch nog even een ronde wil wachten, jongens. Yep. Voordat we weggaan. Mm-hmm. Want voor mij komen we... Dit is voor mij waar iedereen dus full
Iron kan krijgen. Ja, nog maar eens een granaatje gevonden voor de grap. Kijk. Ik ga er eentje gooien, fuck it. Ik ga het doen ook. Je wilt zien? Even kijken. Ja, right click. Oké, ik ga eentje gooien. Hij is gegooid. Oh, dat is geniaal. Gewoon een explosie, oh, toch? Oh, er komt een zombie aan. Ja, die vinden die geluiden wel mooi. Die hebben zoiets van, wie deed dat? Dit is vet. Het is echt vet als je erin hebt. Nou, oké. Hoor je een beetje misschien. Ja, waarom niet? Daarom, maar jij zei van, ja, die wil ik niet. Ja. Een iron sword met smite en chain boots. Heeft iemand deze al gecheckt? Dit kasteel hier? Als goed spannend. Ja, er zit niks geveegd. Er zit niks. Kom, we gaan even naar Beerko toe. Die is zombies van het ding afschieten. Ik weet niet waar Duffy heen is. Weer de schuur, volgens mij. Oké. Een zwaard. Ja, ik ben eigenlijk wel compleet nu, jongens. Dit gaan jullie menen. Wat heb je, jongen? Wat vind je? Ja, iets wat we heel de tijd nodig hebben. Een button. Een button. Ja. Heb je een button? Oh my god. Ja. Dames en heren, we hebben een button gevonden. We gaan lekker naar het noorden. Dat doen we in de volgende aflevering. Holy shit, Duffy. Fucking vet, ouwe. Waar? Dan moeten we... In de schuur. Oh, oké, goed. Volgende keer hebben we een button. We hebben meerdere dingen wat we kunnen doen. Castle Wyvernia. We kunnen naar Castle Byfort gaan. We kunnen terug naar de Sanctuary of Peace. En kijken wat daar zat in dat grotje eronder. Wat we gaan doen, weet ik nog niet. Maar dan gaan jullie wel achterkomen. Laat even een like achter terwijl ik mijn drink omgooi. En abonneer even op DDC natuurlijk. Alle kanalen die in de beschrijving staan. En tot de volgende keer waar wij je fucking button. Oh, epic man. Epic. Ja, ik zie hem. Tot de volgende keer, jongens. Doeg.